notice de woningnotice Suriname? En welke mogelijkheden zijn er voor Surinamers die een eigen woning willen? Welkom bij een nieuwe aflevering van Sranatori. Vandaag voer ik een gesprek met de project director van het Affordable Housing Project, de heer Mark Rommy. Welkom erbij, meneer Rommy. Meneer Rommy, zou u me kunnen vertellen wie u bent en op welke manier u betrokken bent bij het Affordable Housing Project? Oké. Ik ben Mark Rommy. Ik ben project director van het Affordable Housing Project. En ik ben project director sinds november 2023. En wat houdt het Affordable Housing Project in? Dus het Affordable Housing Project is eigenlijk een voortzetting van het LISP-programma, Low Income Shelter Program. Eigenlijk zijn we nu, sommige mensen noemen dit LISP 3. En het is dus een programma, een project, waarbij met middelen vanuit de ISDB woonoplossingen worden geboden voor mensen met lagere inkomens. En met woonoplossingen bedoelen we renovatie, afbouw en nieuwbouw. Oké. Het is over woonoplossingen. Hoe groot is de woningnood in Suriname? Oké, de woningnood in Suriname, dat varieert. Er zijn verschillende metingen gedaan. U weet, er is bijvoorbeeld laatst een tijdje geleden is er een soort registratie gedaan via GBB. En daaruit kwam een getal van 70.000. Maar er zijn ook andere getallen bekend, 20.000, 30.000. Dus het staat niet vast. Maar wat zeker zo is, is dat die woningnood wel aanwezig is. Wat is het beleid van de Surinaamse regering op dit gebied? Oké, het beleid is, wat zal ik zeggen, men wil iets doen aan de woningnood. Mm-hmm. Men wil woonoplossingen aanbieden. Daarom is dus nu ook het AHP eigenlijk in een vernieuwde staat verder wordt het geïmplementeerd. En met het AHP proberen we 3775 woonoplossingen aan te bieden. En daarnaast, misschien heeft u dat ook gezien, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ook faciliteiten. Ze hebben, ik denk vorige week, anderhalve week geleden, zijn er dus ook subsidies verstrekt aan ongeveer 100 personen. We hebben ze een subsidie gehad van 54.000 SAD. Ook om hun woonoplossing aan te pakken. En als het goed is, ging dat meer om renovatie. Dus de overheid is er druk mee bezig, ook het landelijk woningbouwprogramma, waarbij er terreinen bouw- en woonrijk worden gemaakt, zodat mensen die een beschikking hebben, maar nooit op hun terrein zijn kunnen gaan, omdat het terrein onbegaanbaar is, dat ze dat nu wel kunnen doen. En ook kunnen starten met de woningbouw. Wat de overheid ook heeft gedaan, de 7% faciliteit, dus eigenlijk het goedkoop kunnen lenen van geld om iets aan je woonoplossing te doen, dat is ook aangepast, het is uitgebreid, dus mensen kunnen nu meer lenen en ook de inkomens, de mensen, laten we zeggen tussen 0 en 50.000, als je dat verdient, kan je dat geld gaan lenen. Vroeger was het zo dat als jij de laatste aanpassing was bijvoorbeeld 22.500, tot 22.500 kon je 7% lenen. Dat betekent als je boven 22.500 verdient als gezin, dan moet je commercieel lenen. Waardoor mensen te duur moesten lenen. Nu kan een grotere groep goedkoop lenen. Dus er zijn verschillende faciliteiten die de overheid biedt. En mijn mening is dat op basis hiervan kunnen we veel mensen helpen. Ja. Is het over die hypotheeklening van 7%, toch? Ja. Hoeveel is het bedrag dat de behoeftige mag lenen tegen deze rente? Oké, je kan maximaal 1,6 miljoen SRD lenen. En het maximaal inkomen dat hiervoor kan worden gebruikt is 50.000 bruto per maand. Vaak, je ziet ook in social media, in de volksmond, wordt het negatief geïnterpreteerd. Dus men zegt, je moet 50.000 verdienen, het is alleen voor rijke mensen.
Maar dat is juist, het omgekeerde. Deze faciliteit is nu, er is geen ondergrens. Dus alles tussen 0 en 50.000, alle inkomens daartussen, die mogen gebruik maken van die 7%. Want de 7% is gewoon een goedkope faciliteit om mensen te stimuleren om geld te lenen om een huis te bouwen. Dus het is specifiek voor de woningbouw. En wat ook belangrijk is, voorheen was het zo dat je met deze 7% lening, dat je geen perceel kon kopen. Maar dat hebben we ook veranderd. Dus nu kan je binnen die 1,6 miljoen kan je een kavel kopen en je huis financieren. Dus je kan een totale woning passen. En wat wij dus ook zien is dat mensen er nu veel gebruik van maken. We hebben ook een project op Puro Daddy, een public-private partnership, waarbij mensen een volledige woning passen. Dus ze kopen een kavel en een huis. En dat blijft binnen die 1,6 miljoen. Dus je ziet gewoon, en nogmaals om te benadrukken, de mensen die daarvoor in aanmerking komen, dat zijn geen rijke mensen. Dat zijn mensen die een normale baan hebben, soms man en vrouw. En samen verdienen ze bijvoorbeeld 25.000, 28.000 bruto. En op basis van hun leeftijd kunnen ze dan voldoende lenen om een kavel en een huis te kopen. Dus die faciliteit is er. Wat wij van de mensen vragen is dat ze er gewoon gebruik van maken. Ga gewoon naar je eigen bank, informeer erover, want die faciliteit is er om gebruik te worden. Ja. Als men in aanmerking wil komen, wat zijn de voorwaarden? Hoe kan men in aanmerking komen voor Oké, voor AHP, belangrijk om te weten is dat er is een website, www.ahp.sr. Op die website vind je ook alles dat je nodig hebt. Verder is het zo, wij werken met 16 NGO's en de mensen moeten zich bij die NGO's aanmelden. Wat zien we nu? Het AHP dat kan ongeveer 3.775 applicanten bedienen. We zitten nu al op een aantal geregistreerden van ongeveer 3400. Dus er is niet meer zoveel ruimte om mensen te helpen. Positief hiervan is wel dat 3400 mensen zich al hebben aangemeld. Dus het programma is bekend in de gemeenschap en 3400 mensen hebben zich al aangemeld. Het is voor gezinnen, maar het is ook voor eenpersoonsgezin. Maar dan moet je wel 45 jaar of ouder zijn als het een eenpersoonshuishouden is. En voor de anderen geldt, er is daar ook een bepaalde inkomensgrens en dat is gewoon tussen 0 en 35.000 SRD bruto per maand. Maar dan is het afhankelijk van je gezinsgrootte. Hoe groter je gezin is, hoe hoger die inkomensgrens is. Dus het is niet zo dat als je een groot gezin hebt, dat je gaat zeggen van, hey, ik kom vast te zitten, want we verdienen te veel met z'n allen samen. Nee, daar is die grens, 35.000. Ja, tot zo net over NGO's, dat het via NGO's kan. Als ik het goed heb, waren er 16. Wie zijn de NGO's? Zou je misschien een paar kunnen opnoemen? Dus de NGO's, dus we hebben een foldertje. En ook op de website heb je de NGO's. De Nationale Vrouwenbeweging, Stichting SARI, Stichting Lust en Rust. Dus er zijn 16 Women in Business Suriname. En die 16 die opereren ook per district, landelijk. Dus het maakt niet uit wie zich waar aanmeldt. Je kan je gewoon aanmelden. Ja. Ik zie achter op de banner zie ik ook een aantal organisaties, instanties. Zijn dat de partners? Ja, dus als je goed kijkt, ISDB, dat is de financier. Die lening is $35 miljoen. En daaruit wordt het AHP gefinancierd. En het ministerie van Financiën, die is meestal de contracterende partij namens de regering van Suriname met die financiële organisatie. En dan heb je het ministerie van Sociale Zaken. Zij zijn
dan het uitvoerend ministerie. Omdat die zich bezighouden met sociale zaken en volkshuisvesting. En onze unit, onze Project Implementation Unit, die is dus een werkarm van het ministerie van Sociaal Voer. En dat is dus de hiërarchie binnen het project. Wat ik ook nog wil zeggen is dat de financiering, want dat is het mooie van het AHP, de mensen ontkrijgen een subsidie. Dus je moet het zo zien, als jij bijvoorbeeld bent goedgekeurd voor renovatie, is de subsidie $3,500. Dus $3,500 krijg je. Daartegenover staat wel dat je eigen bijdrage $150 is. Dus je moet $150 eigen bijdrage starten en dan krijg je $3,500 aan subsidie. En dat is dus ook zo bij de andere componenten, bijvoorbeeld nieuwbouw, daar krijg je ook een subsidie. Kom je ook in aanmerking voor een subsidie. Daardoor maakt het affordable. Toch in sommige gevallen krijg je 6.000 subsidie, in sommige gevallen krijg je 9.000 subsidie. In sommige gevallen hoef je geen eigen bijdrage te doen en dan wordt het volledig gesubsidieerd. Dus er zijn verschillende componenten in het programma om de mensen met een lager inkomen te helpen. Ja. Het project ziet er wel goed uit. Naast de dingen die zijn genoemd, zou je misschien kort willen samenvatten wat de voordelen zijn als u dus aansluit bij AHP? Ja, dus het voordeel van AHP is dat jij één, de NGO's die zijn getraind om de mensen te begeleiden. Twee, wij hebben een team die dus ook getraind is om het project uit te voeren. En je wordt begeleid, er zijn aannemers. Sommige zijn al bekend, sommige mensen komen met hun eigen aannemer. Maar je wordt dus begeleid in het proces. En het belangrijkste hiervan is, je krijgt een subsidie. Dus je komt in aanmerking voor een subsidie, dus eigenlijk die financiële druk op jou als applicant is minder dan dat je het volledig alleen zou moeten doen. We hebben vernomen dat er enkele uitdagingen zijn geweest, waardoor er wat vertraging heeft plaatsgevonden. In hoeverre is het project uitgevoerd? Zou je misschien een beetje meer daarover kunnen vertellen? Oké, belangrijk om te weten is dat, wat ik zei, het is een soort voortzetting van LISP 1 en LISP 2. En dit project is goedgekeurd in 2018, 2019, maar vanwege allerlei redenen is het nooit echt goed uitgevoerd. En op een gegeven moment heeft de financier natuurlijk ook gezegd, van de ISB ook gezegd, maar luister, er gebeurt niet zoveel, dus als er nu geen actie komt, dan gaan we het stoppen. Ik moet ook direct zeggen dat de president zelf met de president van de ISDB in oktober vorig jaar hebben ze gesproken. En de president van Suriname die heeft toen aan de president van de ISDB een nieuw plan gepresenteerd om het uit te voeren. En ICB is daarmee akkoord gegaan en daarom zitten we vandaag hier en is het project niet gecanceld, maar doorgegaan. Door de interventie van de president om te zeggen van nee, het project is te belangrijk voor de applicanten, de mensen die in woningnood zijn, die een woonoplossing nodig hebben, dus we gaan gewoon door. En daarom zitten we eigenlijk hier om de implementatie uit te voeren. Ja. En wat is de status van de volkswoningbouwprojecten, zoals de ontsluiting van de Rieberg, het project de Verlengde Charlesburg enzovoorts? De projecten zijn in uitvoering. De projecten worden conform planning worden ze bouw- en woonrijk gemaakt. Dus dat betekent dus dat de gebieden worden ontsloten waar er vroeger bos was. Daar zijn er nu wegen, er worden nutsvoorzieningen aangelegd. Zodat de mensen nu bij hun perceel kunnen komen. Ze kunnen gebruik maken van of AHP of de 7% regeling. Of mensen hebben ook eigen geld. Maar ze kunnen nu in ieder geval op hun terrein komen en beginnen met bouwen. Maar de situatie die we hebben is dat een heleboel mensen hebben een beschikking. Al jaren. Kunnen niet op hun terrein komen. En in plaats daarvan moeten ze of een huis huren,
of ze wonen bij familie in. Dus de situatie is dat jij een beschikking hebt om je huis te gaan bouwen, maar je kan het niet bouwen omdat je er niet bij kan komen. En die oplossing biedt de regering nu, dat we die mensen van de gebieden die waar we nu bezig zijn, dat zij dan toegang krijgen tot hun kaven. De faciliteiten zijn er, dus dan kan je, als je geld gaat lenen, kan je bouwen. Tot slot, heeft u misschien een boodschap die u wilt meegeven aan de kijkers? Kijk, het belangrijkste is, we zijn bezig. We weten dat, is, dan zeg ik vooral bij het AHP, dat mensen lang hebben gewacht. Maar we zijn bezig. We hebben nu al meer dan 400 mensen die zijn goedgekeurd, waarvan al in bepaalde districten al de projecten in uitvoering zijn. Sommige zijn ook al opgeleverd. Dus we zijn bezig. Het enige wat wij aan de mensen vragen is dat zij gewoon nolas bribi. We gaan ervoor en we willen die 3775 applicanten willen we helpen. En we willen het realiseren. Dank u wel. Wens u alsnog te registreren voor het AHP-project, zou ik u adviseren om dat gauw te doen, omdat ze bijna hun limiet al hebben bereikt. Heeft u een onderwerp dat u wenst te belichten via ons programma, dan kunt u ons gerust een WhatsApp-berichtje sturen op het nummer 8485816. Volg ons op Facebook, YouTube en TikTok en dan zie ik u de volgende keer weer met een nieuwe aflevering van Sranantori. Sranantori, snel, scherp, altijd bij de tijd.